Oh, de boer, dus zit bij Sint-Lucassen. Ja, ja. En voordat we de hele discussie over vanavond over cultureel marxisme gaat, daarvoor hebben we je ook niet uitgenodigd. Want Sint-Lucassen, je bent schrijver, publicist, je hebt verschillende boeken geschreven. Gemeenteraadslid geweest voor de VVD, dus eerder rechts van het midden dan links van het midden. Ook al noem je jezelf humanist. Hebben we even de hele introductie gehad. Waar het deze avond ook op gaat en wat Jenny net zegt, en volgens mij leer je steeds sneller Fries deze avond, is dat zij het jammer vindt dat links en rechts zo tegenover kan staan dat er bijna geen fatsoenlijk gesprek meer nodig is, want er wordt gelijk gescholden. We hebben dat ook gemerkt, want zodra wij deze avond aankondigden, was in de commentaren op de Facebookberichten was of hoe durven jullie zo'n vrouw een podium te geven? En mensen die voor haar waren zeiden van Horrie de Bekje of Skiri de Kop of weet ik veel. Wat ze bleven dus geen enkel normaal gesprek nodig. Jij hebt dat ook geconstateerd, dat het zo moeilijk is. Wanneer begon jij dat voor het eerst op te vallen dat het echt problematisch is geworden om tussen mensen die tegenover elkaar staan qua denkbeeld een fatsoenlijk gesprek te voeren? Ja, dus precies bij dat fragment wat daar juist werd aangehaald. Ik heb daar drie belangrijke punten gemaakt. Dus sowieso, minderheden lopen langzaamaan weg bij juist die linkse partijen die zeggen dat ze voor minderheden opkomen. Dus denk aan bijvoorbeeld Denk is een eigen weg gegaan. Maar ook de gayservatives, dus ook veel homoseksuelen die zich in bepaalde wijken niet meer veilig voelen, zijn de linkse kamp aan het verlaten. Maar wat dacht je van christelijke minderheden in het Midden-Oosten enzovoort. Dus er is een soort exodus gaande van minderheden uit de linkse kamp. Tegelijkertijd, wat er dus gebeurt, is dat links eigenlijk niet meer bezig is met misstanden op de werkvloer. Hè? De flexibilisering van de arbeid. Dat soort dingen aan te pakken. Hè? De bonuscultuur bijvoorbeeld. Ja, maar wanneer kwam je erachter dat het moeilijk is voor links en rechts om nog een gesprek te hebben hierover? Ja, precies. Hè? Want wat er dus gebeurt, ik kaart dit dus allemaal aan. Hè? Dus dat is juist ook de kwetsbare lagen van de maatschappij. Die zijn het hardste aangeslagen door de linkse counterculture. Want die konden geen kant op. Hè, terwijl de bovenklasse al de middelen had om nog een baantje te regelen. Nog middelen had en dergelijke. Nou, al deze punten kaart ik aan. Dus eigenlijk kregen ze gewoon een messteek in het hart. Ze hadden daar nul argument op. Hè, en het hele gesprek is er niet één keer inhoudelijk gereageerd met een argument op deze belangrijke punten die hun in de ziel hebben geraakt. Ze zijn alleen maar aan het framen geweest. Oh ja, Breivik dit, terrorisme dat, rechtsextremisme dit. En toen ben ik er echt achter gekomen. Ja, dus tot deze mensen lijkt het niet meer mogelijk om door te dringen met rationele argumenten. Ze zijn alleen maar aan het framen. Denk je dat andersom ook gebeurt? Dat mensen zijn in het rechts- of extreemrechtse vlak die ook dingen beweren die ook helemaal niet meer aankomen bij anderen? Nou, wat ik dus wel zie gebeuren is dat er een soort tegenreactie aan het ontstaan is, waarin we gewoon in feite in afgesloten bubbels met elkaar aan de gang aan het praten zijn. Ik heb een poging gedaan om dat te overbruggen. Ik ben een paar maanden geleden op de Tweede Kamer geweest, ook om te spreken in een hoorcommissie over verscheidenheid in de wetenschap. En ik had toen een debat gehad met destijds nog Kamerlid Zini Özdil. We hebben ook een foto gemaakt. Oké, we waren niet eens. Maar uiteindelijk is het maken van een nieuwe vriend oneindig veel belangrijker dan een discussie op papier. En toen hebben we een gebroedelijke foto gemaakt. Nou, die man die heeft me toch een deugdkots over zich heen gekregen. Dat wil je niet weten. En mijn Wat was dat? Je bedoelt dat zijn achterban van het GroenLinks Kamerlid vond het niet goed dat hij met jou op de foto stond? Ja, exact. En mijn achterban vond het eigenlijk alleen maar leuk. Vond het alleen maar mooi. En dus lachen, weet je wel, grappig. Ja, dus dan zie je het verschil. Dus aan mijn kamp is iedereen eigenlijk heel open en relaxed. En eigenlijk veel inclusiever dan zijn kamp. Dat moet ik wel constateren, ja. En om dat dus te overbruggen ben ik een briefwisseling gaan doen. Ik ben inmiddels al klaar met de fundraising voor de briefwisseling. Wat houdt dat project precies in? Je hebt het op Voor de Kunst gezet. Wat wil je daarmee bereiken? Ja, inderdaad, dat stond op Voor de Kunst. Inmiddels zit ik op backme.org. Wat wil ik daarmee bereiken is juist de inhoudelijke discussie te zoeken. Ik hoop het deel van het linkerkamp te bereiken dat nog rationeel is. Dat nog open staat inderdaad voor rationele argumenten. Ik maak wel eens de vergelijking. Eigenlijk komen we met termen uit de filosofie. Hè. Dan hebben we over deontologie, dat is plichtmatig denken. Wat is mijn plicht? Versus teleologie, de telos, het doel. Hè. Wat is nou echt de voorspelbare, voorzienbare consequentie in de praktijk? Dus stel, we komen weer terug op die. Dus wat moet ik doen? Of de vraag wat moet ik doen? Of waarvoor ben ik op aarde? Die twee verschillende vragen eigenlijk. Nee, het gaat echt om intenties. Hè. Wat zou ik moeten willen? De ideale wereld, het utopisme, hè. De maakbare wereld tegenover. Wat kan ik nou eigenlijk verwachten dat er zal gebeuren? Met wie ga je brieven schrijven? Er zijn een aantal mensen die zich voor hebben aangemeld. Ronald van Raak van de Tweede Kamer bijvoorbeeld. Maar SP-Kamerlid, hè? Ja, die zei dat hij mee ging doen. Ik wacht nog steeds op een brief van hem. Dus ik heb het. Bij deze Ronald, ja. Even schrijven. Ja.
En kijken met belangstelling naar uit. Maar ook Belgen doen mee. Bijvoorbeeld Maarten Boudry, die ook columns heeft geschreven in de NRC. Die doet mee. Ik heb ook nog anderen die meedoen, zoals Jan Cornelie, een belangrijke denker van de SPA, ook in België. En er zijn er nog veel meer mensen die eraan meedoen. En ik verzamel brieven en ik wil juist op die manier proberen om te overbruggen. Dus als mensen dit willen steunen, www.zlucas@backme.org. En daar kunnen ze mijn werk ook volgen. Maar wat hoop je dat als die brieven zijn geschreven en jullie hebben innige contact en jullie zijn, misschien zoals in het Engels zeggen, we agree to disagree. Hè? We zijn het eens dat we het niet eens zijn, we kunnen nog steeds met elkaar praten. Dit gaat met alle mensen op filosofisch niveau. Hoe gaat dit ons helpen? Want bijvoorbeeld wij proberen ook het gesprek gaande te houden. Hoe gaat jouw project ons daarbij helpen? Ja, dat project gaat daar zeker bij helpen. En dat zit als volgt. Het is natuurlijk niet de bedoeling om een verzoenend debat te hebben. Niet van, ja, eigenlijk vinden we toch hetzelfde. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. De bedoeling is om tot een verhelderend debat te komen. Maar ja, je merkt gewoon in de publieke media, je kan het over heel veel dingen niet hebben. Dus cosmopolitisme versus lokale identiteit. Dus precies die dingen die Jenny liet zien in die video. En daar zijn heel veel dingen waar je het gewoon niet meer over kan hebben. Of zoiets als cultuurveranderingen door islamisering of dergelijke. Er zijn gewoon heel veel taboes in onze maatschappij. En ook moet ik wel eerlijk zeggen dat het nieuws niet stil heeft gestaan met wat Jenny en de blokkeerders vonden. En dat ik ook niet echt een nieuwshonger heb. Omdat ik niet weet precies wat rechts vindt. Want als je online kijkt, komen toch alle meningen toch wel naar voren. Waarom zo gefixeerd op die mainstream media en die publieke omroep? Nee, wat je zegt is absoluut niet waar. Je kan dus gewoon aantonen dat wat we dan noemen een rechtsrealistische mening ook gewoon worden gecensureerd op YouTube en dergelijke. Ook gewoon echt worden tegengewerkt. Als je talkshow gasten gaat turven en dergelijke. Dus als je ook gewoon kijkt naar moderatiebeleid van Big Tech, van de grote techgiganten, dan wordt heel eenzijdig geïnformeerd. Dat is gewoon aantoonbaar. Ik heb heel veel onderzoeken daarna doen. Die ga ik nog publiceren komend jaar. Er zijn er al een paar uitgekomen. Denk maar aan het boek Nepnieuws en de Europese Unie. Dus dat is gewoon onwaar wat je nu zegt. Dat gezegd. Gelukkig zijn jullie allebei hier nog wel. Van harte welkom. Ja. Ja, nee, maar het is belangrijk om dat op te tellen. Want er wordt vaak geschetst alsof er een soort neutrale publieke ruimte is. Maar dat is absoluut niet waar. Dus als je alleen al kijkt naar dat buitenhofdebat. Ik kwam met de feiten, met de argumenten. En er werd gewoon niet op ingegaan. Er werd op een niveau op gereageerd van intenties. Van, goh, maar bent u dan zo ongelukkig als mens? En goh, u zult wel een boze man zijn en dergelijke. Er werd helemaal niet gereageerd op de feiten, weet je. Ja, dus er is geen neutrale Öffentlichkeit. Er is er gewoon niet. We zijn al verkaveld. Ik ging mijn eigen zijspoor trouwens, om ik even verder vroeg. Maar ik was nog even benieuwd, hoe gaat jullie briefwisseling, die je met verschillende linkse denkers hebt, hoe gaat het uiteindelijk helpen, zodat ook gewoon op straat of hier het makkelijker wordt om niet om het te verzoenen, maar om gewoon een gesprek te hebben? Nou, om gewoon een gesprek te hebben, ik denk dat dat alleen maar moeilijker zou worden. En om dat te uitleggen zou ik wat meer tijd nodig hebben. Maar in ieder geval wel te helpen, waarom vind je wat je vindt? Kijk, je zei tegen mij, ja, ik heb geen honger naar wat het rechtse kamp denkt. Ja, als dat zo is, heb je niks aan mijn briefwisseling. Maar het is wel natuurlijk nuttig voor mensen om te begrijpen, waarom vindt u dit? Waarom komt u tot conclusies? Welke feiten heeft u? Welke analyses heeft u? Ja, die zullen u bij een deugdprogramma als Buitenhof of bij Jinek zullen het allemaal nooit horen natuurlijk. Ik mag al van een godswonder spreken dat ik hier vanavond sta te spreken. Nou, precies al die feiten, al die argumenten die je nooit, ja, tussen al die randstedelijke deugdpipo's die elkaar allemaal die baantjes toespelen, ja, zul je dit soort harde verhalen uit de samenleving nooit horen. Ja, daar gaat het gewoon om. Kijk, die Wopke Hoekstra gaf een HJ schoollezing en daar kwamen dus dingen aan bod als cosmopolitisme tegenover leidcultuur, sociale mobiliteit, sociale cohesie, al die dingen die ik ook in mijn boek Avondland Identiteit al 5 jaar geleden schreef. En dat klinkt heel abstract wat ik nu zeg. Maar die analyse zie ik gewoon terug, ook in de filmpjes van Jenny. Dan zie je dus mensen die een auto aan het slopen zijn in een stukje lokale cultuur. Hè? De cultuur van de werkvloer, de mannelijkheid, de masculiniteit van de werkvloer. Kijk naar de mainstream media. Kijk naar, wat zit er bij al die talkshows? Welk randstedelijk cosmopolitisch beeld van hoe mensen leven wordt er op ons geprojecteerd vanuit de series en dergelijke, vanuit Hilversum. Dat is helemaal niet meer representatief wat er speelt in het land. En mijn analyses leggen dat bloot, die drukken op dat pijnpuntje. En daar siddert links van. Dat vinden ze verschrikkelijk. Daar zijn ze hartstikke bang voor. Ik ben heel benieuwd naar de brief. Ik weet nog niet precies hoe ze ons gaan helpen. Wanneer komt het boek uit? Dat duurt nog eventjes hoor. Mijn vorige boek heb ik best moeten haasten. Dat ga ik deze keer niet doen. Weet je, ik ga rustig de tijd nemen. Ik ga ervan genieten. Ik ga ervan genieten dat het mij is gelukt om meer dan 10.000 euro hiervoor op te halen. En ik ga er niet om haasten. Weet je, ik ga ervan genieten van het schrijfproces. En ik neem rustig de tijd om het goed te doen. Ik vind kwaliteit belangrijker dan snelheid. Succes daarmee. Bedankt, Sint Lucassen. U mag ze nog een keer laten horen als je dat wilt. Er was hier een vraag. Dus ik geef naar deze meneer toe. Kom even naar voren, dan sta ik wat meer in het licht en ben beter te zien. Ja, wat is de vraag?
Nou ja, ik wil eigenlijk even reageren. Want je hebt er natuurlijk een filmpje van Sid. En dat eindigt mij een beeld. Of twee beelden. En daar wordt dan even het hele verhaal wat hij op dat moment had. In Twassin eigenlijk mijn Breivik en mijn cultuurbolsjewisme vergeleken jaren 30. En dat is typisch links. En dat is typisch de media. En typisch leugenpers. Die continu bij alles wat vanuit de rugse hoeken komt of vanuit nationalistische hoeken, dat wordt per definitie wordt dat gewoon in de gevaarlijke hoeken zetten. Door wie is er zelf wegkrijg mee bezig? Er wordt een opmerking over Friese vlaggen. Wat is er mis met Friese vlaggen? Wij ben je trots op dat we hier in Friesland wennen en dan kennen wij gewoon maar een Friese vlag rennen. Kom maar, we staan nog op terug. En dat is hetzelfde als je in Nederland wennen en maar een Nederlandse vlag rennen, dan kan je nooit verdacht wezen. Het is Nederland en dan maaien we je maar een Nederlandse vlag rennen. Op het moment dat er een bijeenkomst is, een politieke bijeenkomst, en er worden mijn Nederlandse vlaggen zwaait, of er wordt vanuit gele hesjes mijn Nederlandse vlaggen zwaait, dan wordt dat vreemd als zijnde extreem rugs. Nee, dat is gewoon Nederland, Friesland. Dat ben we hier. Denk je dat om? Ja. Kamerik, nog een vraag? Of is hier meer eigenlijk een opmerking? Nou, nee, die vraag is ondertussen al lang beantwoord teruggezet. Maar volgens mij woe juist Jenny dit exchange litten, omdat als je iets zeeze en het bevalt net, weet je heel gauw van natie uitmaken en dan is het gesprek niet meer mogelijk. Je hebt nog een vraag, leuk of net? Ja. Ik had geen vraag. Oh, ik dacht of jij wat zeggen. Ik ging akkoord met die man. Oh. Zij. Okay. Ik ging akkoord met u. Mooi, nou ja, de hand ging omhoog, dus vandaar. Sip Lucas, bedankt.